spreken met elkaar. De rap gaat gered worden in de hoek. Ja, logisch. Vorig jaar en dit jaar zijn niet met elkaar te vergelijken, want het is een andere groep. Maar deze mensen zijn ook scherp, man. Ze zijn scherp, ze weten precies wat de bedoeling is, wat er nodig is. En ze denken zelf mee. Dus in principe, ik hoef alleen maar wat dingen aan te geven en ze gaan er helemaal los met het idee. Dus dat is... Dus iedereen werkt vanuit het thema huiselijk geweld. Ik denk dat er het verschil gaat zijn met vorig jaar. Dat vorig jaar hadden we een aantal tracks die heel erg heavy waren en heel erg op tempo toch. En ik denk dat de meeste mensen van deze groep kiezen voor een wat smoother, dus trager tempo, maar het wordt wel duister. Dus ik denk omdat dat geen van de verhalen die er verteld worden blije verhalen of met happy endings. Dus het wordt allemaal wel, we zoeken wel drama op. Wil ik eigenlijk dat je uitlegt waar die track over gaat, wat er in die hoek komt. En wat voor soort muziek je erbij in gedachten? Ja? Het is wel heel moeilijk om, je hebt zeg maar een soort opbouw nodig, toch? Van waar je zeg maar van heel erg basisprincipes en basisimpulsen. Ja, die stem klopt nou niet, maar zeg maar wat je doet. Wat doe ik dan niet? Het is Het is gewoon een beetje kijken wat ze willen, weet je. Gewoon, het is gewoon luisteren wat hun willen, want je bouwt toch achter een MC, zeg maar. Dus dat is belangrijk. Je mag praten, maar dat is geen, heb ik het zonder de knie. En nou, zandkorrels liggen pakken zonder mijn voet. De microfoons van in de vent zitten onder het bloed. Ik ben het zwaar, ik ben het spel. Weet je wat ik vertel? Is dat het gebeurt, zal ik trekken aan de bel. Aan grote dagen, het is een nieuws om het zuur. Nou, maar vandaag worden we klaar, want de emmer